Het is inderdaad wel een tijd geleden dat ik op de fiets naar de hockeyclub ben geweest. Ik moet zeggen, toen ik in Amsterdam woonde en Amsterdam speelde, deed ik dat eigenlijk ook wel veel. Maar goed, de laatste tijd natuurlijk bij Amsterdam niet meer toen ik hier naartoe verhuisd was. Dus daarom is het wel heel erg lekker om gewoon weer op het fietsje te gaan. Het doet me ook gewoon weer een beetje aan vroeger denken. Vroeger was het natuurlijk vol enthousiasme op de fiets. Je had dan wel je schemeschermers aan en je bitje in. Dat heb ik nu nog net niet, dus dat scheelt. Maar het geeft zoveel meer rust. Je bent er echt binnen 20 minuten. Dus dat is gewoon echt top. En dat is ook wel echt een van de redenen dat ik nu hier hockey. Toen ik hoorde dat we met Eva aan de slag gingen, dat was natuurlijk een mooie verrassing. In eerste instantie denk je, nou ja, probeer het maar. Maar succes. Weet je, ik denk niet dat dat gaat lukken. Maar op een gegeven moment werd dat wel inderdaad reëel. En dat het echt op tafel lag als optie. Op het moment dat ze ja zei, dat ze definitief dat het rond was. Ja, dan kijk ik elkaar al even aan van, hebben we nou geflikt met z'n allen? Amsterdam, ik heb daar gewoon jarenlang gespeeld. Waanzinnige tijd gehad bij Amsterdam. Ik vind het echt een prachtige club. En het was ook echt wel een hele moeilijke beslissing, pijn in mijn hart. Ik denk alleen soms dat je gewoon uit je comfortzone moet stappen. En ja, ik had gewoon nu het idee dat ik dat moest doen. Ik heb er ook zeker geen spijt van. Ik denk dat me dit als persoon en als speelster heel erg kan groeien hiervan. Natuurlijk denk je soms wel eens van, jeetje, wat heb ik nou gedaan en is dit wel een goede keuze? Het is niet echt twijfel, maar het is meer gewoon, je komt terug van de spelen, je gaat naar een nieuw team. Dat je denkt, jeetje, moet je jezelf dat nu wel aandoen op dit moment? Maar goed, dat is natuurlijk ook eigenlijk waarom je de keuze gemaakt hebt. Dus het is heel erg uit je comfortzone. Het is vooral een hele stoere keuze. Dat je vanuit een potentiële landskampioen de overstap maakt naar een club in de onderste regionen. Wat uiteindelijk een boost is voor de hele competitie. Ik vind hem vooral heel stoer. Kijk, wij zijn natuurlijk vorig jaar gewoon een de laatste geëindigd. En als je dan deze keuze durft te maken, ja, dan moet je wel ballen hebben. Het enige wat ik nu gewoon wel echt voel is van de redder van HGC. En dat vind ik zelf een beetje overdreven. Maar goed, ik weet gewoon wie ik ben als persoon, als speelster. Ik weet wat ik kan. En heel veel meer hoef ik ook niet te doen. Op het moment dat ik in het veld sta, als ik gewoon mijn eigen ding doe, meiden er een beetje in mee kan trekken. Dat is gewoon hetgene wat ik moet doen. En het hoeft ook niet allemaal op mijn schouders te hangen. En dat weet ik ook wel. De uitdaging is gewoon om dat een beetje goed te houden voor mezelf. Maar vooralsnog gaat dat goed. Het was vandaag volgens mij meidendag. En gewoon waanzinnig om jonge meiden langs de kant als support te hebben natuurlijk. Dan zie je al die kleine meiden daar staan. En ik weet dat ik zelf ook een keer zo jong ben geweest. En dan is het gewoon heel erg gaaf en bijzonder als je die aandacht krijgt, die handtekening, even die eye over the ball. Dus als ik dat dan kan teruggeven en ja, de dag kan maken voor zo'n klein meisje, dan doe ik dat natuurlijk graag. Ja, doe maar even alle handen naar buiten. Is die kant op. Veel aandacht nog voor alles en iedereen. Maar goed, vandaag die wedstrijd gewonnen, enthousiaste kinderen. Wat wil je nog meer?